Rosario zet vandaag in op iets wat hij van Wout heeft geleerd. Hij maakt duif in de oven. Ik heb van Wout geleerd dat je een pigeonneau, dus een duif, kunt perfect garen. Dus ik heb echt zijn techniek gebruikt. Niet iedereen kan dat gewoon. Dat ga ik echt zo houden voor altijd. Dat ga ik nooit vergeten. En er is nog iets dat hij heeft onthouden van zijn leermeester. Je moet alles altijd goed proeven. Dan kun je smaak combineren, kun je nog altijd spelen. Ik heb tijd, dus ik doe het gewoon zoals ik het geleerd heb. Klein beetje zuur. En dat is het. Ik heb hem. Mijn voorgerecht is perfect. Ik heb heel veel aandacht in de garnituur gestoken. En ook omdat ze daar de laatste paar weken echt op gehamerd hebben. Vorige week is hij echt zo geschrokken van het commentaar. Dat heeft hem echt wakker geschud. He's a good cook. 2 uur is wel lang, maar als je bezig bent, dat vliegt gewoon voorbij. Holy shit. De tijd vliegt voorbij nou. Hè? Op die moment laagt echt niet alleen stress toe, maar echt gewoon paniek. Stoppen. Kim heeft haar nagerecht wel klaar, maar nu al de rest nog. Ik ga gewoon iets niet klaar krijgen. Is het niet mijn hoofdgerecht want mijn nagerecht, ja, dat stond klaar. Zo'n druk dat je op je krijgt. En ik wist dat dat in de finale echt een doodsteek ging zijn. Mijn aardappelen moeten helemaal op het laatste, dus dat ga ik gewoon nu doen. Veel te veel tijd verloren met mijn nagerecht. Uw professionele achtergrond als kok helpt u ook wel voor een overzicht in de keuken te bewaren, 3 lepels op hetzelfde moment te moeten dresseren, die structuur. Als professional heb je die handelingen wel, hè? En dat is toch wel een voordeel, denk ik, van de 2 profs. De tweede. Ik ben iemand die nooit optimistisch is. Ik ben nooit blij over mezelf. En ik wil mij dat vandaag bewijzen dat ik op nummer 1 kan staan. Warm, hè? Ja, dan moet hem zijn. Over de beste winnen. Over de beste winnen. Wat een drama. Het ziet er niet uit. Mijn patatten liggen er gewoon niet op. Die liggen nog daar, om te frituren. Oké, ik ben wel een beetje teleurgesteld dat mijn aardappelen er niet op liggen, want dat is mijn krokantje, maar langs de andere kant. Mijn crèmes liggen erop. Die zijn keigoed op smaak. Mijn ganzenlever ligt erop. Het is wel echt allemaal lekker, hè? Ik heb ook niks vies afgegeven of zo, hè? Het is niet dat ze het moeten gaan uitspuwen of zo.